Allah heeft 8 poorten van het paradijs. En het heeft hier de 2e poort. Dit laat zien dat de barmhartigheid van Allah groter is dan zijn bestraffing. En ieder van ons ligt zonder. Maar er komt een maand aan, dit is de kans van jouw leven. Wij allen hebben goede dagen meegemaakt. Misschien heb je dit jaar wat mindere dagen, mindere maanden meegemaakt. Broeder, ik ook, jij ook, wij allen. Maar de kans van jouw leven komt eraan. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in de hadith van Bukhari Muslim van Abu Huraira: "Men saama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hij die Ramadan vast, niet uit routine. Niet omdat iedereen vast. Ja, mijn moeder die legt geen koffie met ei op tafel neer. Ja, mooi om dat vast te maken. Nee, nee. Jij vast Ramadan iman uit geloof. Uit geloof in Allah wa ihtisaba, hopend op de beloning. Wat krijgt hij? De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt: "Zijn voorgaande zondes worden hem vergeven." Dit is als je vast. Vervolgens zegt de profeet: "Waman qama Ramadan imanan wa ihtisaba." En hij die het nachtgebed verricht, hopend op de beloning, al zijn voorgaande zondes worden vergeven. Heb je jezelf een beetje voorbereid op de Ramadan? Heb je jezelf een beetje voorbereid wat je wil gaan doen in de Ramadan? Heb je een schema voor jezelf? Wat minder werk misschien, wat minder misschien van dit, wat minder misschien van dit, maar wat meer van het gebed, wat meer van de Koran. Ik heb een keer een lezing gegeven in Moskee Sarah even verderop. Ik zei: "Jongens, Ramadan heeft 2 pilaren. 2 pilaren. Wie weet het?" En ik had een doos met allemaal agenda's en boeken op tafel liggen. En een jongen van misschien 5, 6 jaar deed... Ja, hij hield zijn hand op met een geluidje erbij. Ik dacht: mashallah, 5, 6 jaar, wat lang, hè? Dat gaat goed. Ik zei: "Broeder, wat zijn de 2 pilaren van Ramadan?" Wallahi, Allah is mij vertellen. Hij zei: "Harira en Shbekia." Harira is de soep. Shbekia is aan die Marokkaanse lekker tijd. Hij zei: "Dat zijn de 2 pilaren. Ik moest lachen totdat ik tranen kreeg. Ik zei: "Broer, als jij een boekje hebt verdiend, heeft niemand het verdiend." Dus, maar dan moeten jullie kijken. Dit is de voorbereiding van de meeste mensen, toch? Sommige vrouwen staan nu al in de keuken, lekkernijen maken voor de Ramadan enzovoort. Maar er is ook een andere voorbereiding, een belangrijkere voorbereiding. En dat is misschien wat werk neerleggen. Misschien wat, broeder, werk. Je hebt 11 maanden om nog harder te werken dan normaal. Je hebt 11 maanden om 25 uur per dag of 40 uur per dag te werken. Daar heb je 11 maanden voor. Probeer in de Ramadan wat tijd voor jouw Heer te geven. Wat tijd voor jouzelf, wat tijd voor jouw hart. Overal, in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, overal zijn lezingen. Probeer naar de lezing te gaan, probeer vrouwtje mee te nemen. Probeer je tijd en je mouwen op te stropen. Waarom? Om het beste eruit te halen. Is de kans van jouw leven. En er zit een nacht in. Er zit een nacht in. Daarover heeft Allah gezegd: "Ghayrun min alf shahr." Dat is beter dan 1000 maanden. Volgens mij is dat iets van 83 jaar en 4 maanden, zo in mijn hoofd. 1 nacht is beter dan 83 jaar en zoveel maanden van aanbidden. Broeder, zuster, waar ben je? Wij zijn niet zonder. Alle. Maar alhamdulillah, de kans om het uit te wissen komt eraan. Ik wil niet dat je de moskee uitgaat zonder dat je denkt van: "Luister, ik verwaarloos Allah, dus Allah zal me verwaarloos." Nee. Ik wil dat je gaat zeggen tegen jezelf: "Inshallah, ben ik en word ik degene die gaat waken over Allah. En Allah die gaat over mij waken. De kans van je leven komt eraan." Grijp hem dus met 2 handen waken.